jaar cel en jeugd-TBS voor doden van Romy. En de stijgers rond de Dom zijn op het hoogste punt. Goedenavond, dit is U-nieuws. De hoogst mogelijke straf voor de moordenaar van Romy uit Hoevelaken. De 14-jarige Brian N. is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Het meisje van 14 werd meerdere keren verkracht. Daarna werd ze gedood in Achterveld. Verslaggever Rick Dogger die was bij de uitspraak vandaag. Een heftige zaak, Rick, en de hoogst mogelijke straf dus. Ja, klopt. De hoogst mogelijke straf, wat jij al zei. 1 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. En dat voelt voor mensen misschien als heel onbegrijpelijk. Je hebt iemand van het leven beroofd. En waarom kan een rechter dan maar 1 jaar gevangenisstraf opleggen? Nou, die vraag legde ik na de zitting ook voor, na de uitspraak ook voor aan de persrechter. Dat heeft natuurlijk te maken met ook de ontwikkelingsfase waarin iemand zit op zo'n leeftijd. 14, 15 jaar is je geweten misschien nog niet helemaal ontwikkeld. Zijn je vaardigheden nog niet helemaal ontwikkeld. En de nadruk moet dan vooral natuurlijk liggen op het heropvoeden van iemand. Hoe kun je iemand helpen om toch zich te ontwikkelen tot een normaal volwassen iemand? Rick, de vorige zaak die was achter gesloten deuren. Nu mochten journalisten er wel bij zijn. Ben jij meer te weten gekomen wat er is gebeurd allemaal begin juni? Ja, globaal wist wel wat er gebeurd was, maar vandaag werden er inderdaad wel meer details bekend. We weten dat Romy rond 1:00 of 3:00 van school vertrok op haar fiets. Ze werd daarbij achtervolgd door Brian. Ze heeft dit ook naar haar vriendinnen geappt. Ze heeft geappt, oh my god, ik word achtervolgd. Later heeft ze nog geappt dat ze ingehaald is door deze Brian. En bij het bosje in Achterveld heeft Brian Romy van haar fiets getrokken. Heeft haar misbruikt, meerdere malen. En daarna heeft Romy aangegeven aangifte te zullen doen, hem te zullen, ja, erbij te zullen lappen. Nou, en toen is er iets geknapt in het hoofd van deze Brian. Heeft haar vermoord, in de sloot bij Achterveld gedumpt. En enkele uren later is ze door een voorbijganger gevonden. Ja, heftige details die de familie van Romy en ook die van Brian hebben gehoord vandaag. Hoe hebben zij gereageerd? Ja, zij zaten rechts voor mij, de ouders tenminste van Romy en de ouders van Brian zaten recht voor mij. Nou, ik kon ze niet goed in het gezicht kijken, maar ja, je kunt je wel voorstellen dat zij natuurlijk ook vol emotie zitten. Wij mochten als journalisten als eerste de zaal in, daarna kwamen de ouders en omgekeerd ging het ook toen de uitspraak uitgesproken was. De ouders van Romy vertrokken dus als eerst uit de rechtszaal. En wat mij opviel was dat de moeder van Brian, zij zat dus recht voor mij, was helemaal in tranen. Ze had natuurlijk net gehoord dat haar zoon veroordeeld is. En wat mij toen opviel was dat de moeder van Romy haar een schouderklopje gaf. En haar ook met de gezichtsuitdrukking heel veel sterkte wenste. Ja, en dat zegt toch wel wat, dat er bij beide ouders heel veel emotie is. En dat dus zelfs de moeder van Romy, de moordenaar van haar dochter, heel veel sterkte wenst. Ja, een heftige zaak. We hebben ook nog die andere zaak, Savannah uit Bunschoten. Daar stond vandaag de jongen in terecht die ervan verdacht wordt dat hij haar om het leven heeft gebracht. Dat was een zogeheten regiezitting achter gesloten deuren. En wat is daaruit gekomen? Nou, wat wij vandaag gehoord hebben is dat Angelo S., de verdachte dus van de moord op Savannah, langer vast blijft zitten. Hij blijft dus in voorlopige hechtenis. Maar we hebben ook gehoord dat er nog veel meer onderzoek moet gaan plaatsvinden, zowel na deze verdachte als forensisch onderzoek. En ik sprak er ook over met de persofficier na afloop van deze zitting. Zoals u weet is deze jongen minderjarig en dat maakt dat het Openbaar Ministerie zeer terughoudend moet zijn met de berichtgeving over de strafzaak. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is en dat de conclusies die RTL heeft getrokken voorbarig en misplaatst zijn vanwege de impact op de direct betrokkenen, maar ook vanwege het feit dat het onderzoek nog in volle gang is. Is er al een... Ja, en Angelo S. die was er vandaag ook. Je hebt zijn advocaat gesproken, wat zei zij?
Ja, zij ging ook in op dat onderzoek waarop deze persofficier waar zij ook al naar verwees. Gisteravond kwam natuurlijk RTL Nieuws kwam met het bericht dat de doodsoorzaak van Savannah dat dat niet meer te herleiden is. Het kan dus een natuurlijke dood zijn, maar ook een onnatuurlijke dood. En het Openbaar Ministerie vindt het heel erg vervelend dat deze informatie uitgelekt is. Ook de advocaat van Angelo S. vindt het heel erg vervelend dat deze informatie uitgelekt is. Maar ze zei daarbij ook wel, ja, voor de publieke opinie kan dit misschien wel iets doen. Hij is natuurlijk in de media al afgestraft als de moordenaar van Savannah. Maar nu het dus volgens RTL niet duidelijk is of Savannah door een misdrijf om het leven gekomen is of niet, ja, kan natuurlijk iets doen met de publieke opinie. En verder sprak ik ook nog met de advocaat van Angelo S. over die extra onderzoeken naar hem en de verdere verloop van de rechtszitting. Laten we maar even luisteren. Nou, het gaat hier om een heel ernstig delict. En een zaak die de gemoederen bezighoudt. En dat kader hebben ze sowieso de voorlopige hechtenis verlengd. En hij wordt nu onderzocht in de Forca. Hij wordt geobserveerd om te kijken hoe hij in elkaar steekt. Wat is het Forca? Waar wordt hij onderzocht en waar wordt naar gekeken? Dan kun je eigenlijk wel zeggen dat het Pieter Baan Centrum voor Jeugdig is. Oké, en waar wordt dan specifiek bij hem op gelet? Daar kan ik niks over zeggen, want dat zegt iets over wie hij is. En dat moeten we binnen deze kamers van de rechtbank houden. Ja, er moet dus nog veel onderzoek gedaan worden naar de moordzaak op Savannah. En 26 januari, dan is er opnieuw een pro forma zitting. Het is weer achter gesloten deuren, daarbij mogen wij dus niet aanwezig zijn. Maar mogelijk dat we dan net als vandaag achteraf wat meer informatie krijgen. Duidelijk, Rick Dogger bij de rechtbank. Dank je wel. Openbare basisschool De Cirkel in het Utrechtse Zuilen is binnengevallen door een actiegroep. Een actiegroep voor het behoud van Zwarte Piet. Ongeveer 10 mensen gingen vlak voordat de school uitging verkleed als Zwarte Piet het schoolplein op. Ze gingen klaslokalen in en deelden pepernoten en stickers uit. Leerkrachten hebben de actievoerders de school weer uitgezet, want ze vieren hier het Sinterklaasfeest sinds 2 jaar zonder Zwarte Piet. In plaats daarvan komen vrienden van de Sint mee. De actie van de pro-Pieten gisteren heeft duidelijk voor veel beroering gezorgd. Ik sprak met veel ouders hier bij het hek zojuist die niet voor camera willen reageren. Maar die zeggen, ja, dit gaat veel te ver. Ik ben het er niet mee eens. Het is goed dat Piet verandert. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Nou, ik vind, laat die kinderen de lol hebben. Het gaat toch over kinderen? Waar hebben we het hier over? We hebben vroeger ook zelf als eerste rang voor Sinterklaas gestaan. Dus waarom moeten nou in één keer in deze tijd die kinderen dat afgenomen worden? Ik vind het allemaal nergens op slaan. Ik vind het een schande. De school is van plan om aangifte te doen wegens huisvredebreuk. Na deze overval op een pizzeria in De Meern is een verdachte aangehouden. Een ander wist te ontkomen. De daders hadden het vannacht gemunt op Domino's Pizza aan de Zandweg. Ze dreigden daarbij met wapens. De overvallers maakten geld buit en gingen er lopend vandoor. Een 17-jarige jongen uit De Meern kon de politie oppakken. De tweede verdachte loopt dus nog vrij rond. Er komt een stadsgesprek over de koopzondag in Veenendaal. Dat heeft de raad gisteren besloten. Inwoners en ondernemers gaan dan praten over uitbreiding van het aantal koopzondagen naar 12 per jaar. Het openen van de winkels op de rustdag is al jaren onderwerp van discussie in de christelijke gemeente. Er zijn nu al 6 koopzondagen per jaar. En de stadsbaantunnel bij Leidse Rijn blijft nog eventjes dicht. De werkzaamheden aan de tunnel langs de A2 vragen wat meer tijd dan gedacht. De betonconstructie van de pergola moet niet alleen worden geïnspecteerd, maar ook hersteld. Deze zomer viel een brok beton op de weg. Toen moest de tunnel dicht. Op 4 december gaat de stadsbaantunnel weer open. Er zijn meer huurwoningen nodig in Bunnik. En daarom heeft de gemeente een plan gepresenteerd. Want ze vinden juist bewoners van huurwoningen belangrijk voor het verenigingsleven en voor de voorzieningen in de dorpen. Er is in Bunnik een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor middeninkomens. Er staan vooral dure koophuizen. Volgens wethouder Speel komt dat omdat in het verleden verkeerde keuzes zijn gemaakt. In het verleden zijn veel mensen vanuit het Utrecht Science Park, professoren van de universiteit, zijn hier gaan wonen. Net buiten de stad, mooi groen, grote eengezinswoningen. En men is blijven bouwen voor die doelgroep en zijn andere doelgroepen vergeten. Bijvoorbeeld Jilske Dwars. Ze woont met haar partner en 4 zoons in een huurwoning in Noordijk. Maar die is eigenlijk te klein. Ja, nou ja, je ziet het. De tafel neemt alle breedte van de doorloop in. Dus ja, wat we doen is de stoelen aan de kant schuiven en de tafel deze kant op halen om een beetje plek te maken. Ja. Jilske zoekt al tijden naar een betaalbare huurwoning met meer ruimte. Maar aanbod is er amper. Kopen lijkt al helemaal een utopie.
wat hier te koop komt, is allemaal rond de 5 tot 7 ton. En ja, dat is niet haalbaar voor ons, zeg maar. Volgens de wethouder is het belangrijk voor de middeninkomens woningen te bouwen, omdat ze uiteindelijk de pijlers zijn onder de Bunnikse samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over politieagenten, postbodes en bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. Die komen nu ergens in Almere terecht, of de andere kant van de Utrechtse Heuvelrug. Die zullen zich straks wel 3 keer bedenken voordat ze in Bunnik gaan werken, want ze staan iedere dag in de file. Nou, we weten dat het aantal wijkverpleegkundigen afneemt. Dus je ziet de problemen, zien wij als Bunnik op ons afkomen. Wij moeten echt zorgen dat er een meer gemalleerd bevolking hier komt. Dus is er een plan gepresenteerd om in ieder nieuwbouwplan 30% tot 40% van de woningen voor lagere huurprijzen in de markt te zetten. Jilske hoopt dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat ook daden volgen. Want we zijn al zo lang aan het wachten op iets wat er gaat komen. En dat zou betekenen dat we hier niet weg hoeven. Dat zou ik heel, heel blij mee zijn. Ja. De plannen die moeten nog door de Raad. Binnenkort gaat dat gebeuren, maar het lijkt erop dat ze groen licht gaan geven. De stijgers rond de Domtoren die hebben het hoogste punt bereikt. De lantaarn is helemaal ingepakt, tussen 70 en 95 meter. De bouw ervan had nogal wat voeten in de aarde en dus werd dit momentje gevierd vandaag. Als ik over op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graf. Nou, vandaag hebben we het hoogste punt van de stijger bereikt. Dat betekent dat we zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant op de gewenste hoogte zijn. En wij vonden dat wel best wel een mijlpaal, want het is een enorme klus geweest. De bouw van de stijgers was een spannende en intensieve operatie. Elk onderdeel wat omhoog is getransporteerd is zeker 3 keer in de hand genomen. We hebben veel last gehad van wind, regen. Dus ja, dat maakt het best heel lastig. En de oude omgeving, de monumentale omgeving, is best heel moeilijk om daar binnen te werken op een nette en veilige manier. Tot 2020 kijken de Utrechters nog tegen de stijgers aan. Om de pijn te verzachten heeft Jaap een bijzondere prijsvraag uitgeschreven. En degene die het juiste gewicht gaat raden, die krijgt een persoonlijke rondleiding van mij voor maximaal 2 personen over de stijger van de Domtoren. Dat klinkt goed. En heeft u nou zin in zo'n rondleiding van Jaap? De volledige prijsvraag van hem die zal hij zelf binnenkort naar buiten brengen. Kijken we nog even naar het weer tot slot. Vanavond en vannacht is het droog, maar wel bewolkt. Er is ook kans op wat mist. De temperatuur zakt tot 1 graad of 2. Morgen komt de zon af en toe door, maar er is ook kans op een buitje. Met een matig windje wordt het dan 7 graden. Tot zover uw nieuws. Maar blijf kijken, want over een minuutje ben ik terug met u vandaag. De tafel is al gevuld met heel veel gasten. We hebben het over geschiedenis die in Utrecht is geschreven met eigenlijk de voorloper van Lowlands, stamgast Monique Muntersister. En een hele mooie stripprijs is gewonnen door Wilbert uit Zeist. Blijf kijken.